Ja, doe maar. En mij misschien werken drie onderwijsniveaus samen om een droommachine te realiseren. Kinderen uit het lager onderwijs bedenken een droommachine. Studenten uit het hoger onderwijs ontwikkelen daarvoor een concept. En leerlingen uit het technisch middelbaar onderwijs gaan daarvan een werkend prototype bouwen. Bij My Machine is er één criteria heel belangrijk en dat is hetgeen het kind echt wil, dat gaan we maken. Alle ideeën zijn belangrijk en we gaan geen ideeën in vraag stellen. In het begin mochten wij een machine ontwerpen en daarom gaan we hier naartoe om te kijken hoe hun die machine hebben gemaakt. Tijdens de bouwfase komen de leerlingen van het lager onderwijs komen ze op bezoek naar het technisch middelbaar onderwijs om het bouwproces van hun droommachine op te volgen. Maar ze gaan niet alleen kijken, ze gaan ook zelf een onderdeel van hun machine mee uitwerken. We hebben al die dingen gemaakt met redelijke grote machines en we gaan al die machines een keer snel overlopen. In My Machine willen we ze echt laten samenwerken in een initiatief zelf, waarbij dat ze eigenlijk elkaars talenten leren kennen, ook elkaars leefwereld leren kennen en ook elkaars talenten leren respecteren, omdat ze ook elkaar nodig hebben om tot een eindresultaat te komen. Dus samenwerken is een zeer belangrijk iets. Natuurlijk is het dan leuk als je met een hogeschool kunt samenwerken die met concrete tekeningen afkomen en de andere leerlingen die kunnen dan dat concept volledig uitwerken met het machinepark die wij hier hebben en dat is eigenlijk de meerwaarde. Dat mogen jullie ook doen, op start duwen en dan gaat de machine beginnen. Het feit dat ze samenwerken op zich brengt ook nog eens teweeg dat ze eigenlijk ook gaan leren communiceren, dat ze gaan leren een project managen, dat ze een project gaan opvolgen. We gingen leren hoe we kunnen 3D printen. Het was best wel moeilijk, maar er hebben ook oudere leerlingen ons geholpen. Want eerst wist ik niet dat ik goed was in machines en zo. Dat wist ik in het begin niet, maar nu heb ik zelf ontdekt dat ik daar ook iets leuks van kan maken. We willen de kinderen uit het lager onderwijs en ook de leerkrachten eigenlijk een realistisch beeld geven van wat technisch onderwijs eigenlijk inhoudt. Ik ben al sowieso geïnteresseerd, want ik hou heel erg van mechanica en ook van houtbewerking. Ja, dat vind ik gewoon heel cool. Misschien is het vooral ook een beetje die mindset dat we willen wijzigen. Zowel bij de kinderen, bij de leerlingen en misschien ook voor de leerkracht. De mindset van laat ons samen een keer iets nieuws uitzoeken. Misschien iets dat we zelf nog niet hebben gedaan. Laat ons daar niet bang van zijn. We gaan het samen uitzoeken en dan komen we er wel.